Hoi allemaal, ik ben meneer van Eurik en in deze video ga ik het hebben over neuronen, zenuwcellen. Dus ik ga het hebben over de bouw van neuronen, dus uit welke onderdelen een neuron is opgebouwd, en ik ga het hebben over de drie verschillende type neuronen en hun functie. Dat en meer in deze video. Veel plezier. Het zenuwstelsel kan worden ingedeeld in twee delen, namelijk het centrale zenuwstelsel, hier in rood aangegeven, en het perifere zenuwstelsel, hier in blauw aangegeven. Nou, het centrale zenuwstelsel kunnen we hier verder onderverdelen in de hersenen en het ruggenmerg. Dit zijn de hersenen en daaronder het ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel dat bestaat uit de zenuwen. En de zenuwen zijn een soort kabels die hier aftakken links en rechts van de hersenen en het ruggenmerg. Wat is nou de functie van het zenuwstelsel? Nou, onze zintuigen die vangen heel veel prikkels op uit de omgeving. En die informatie vanuit die zintuigen die moet naar de hersenen toe. Dus die zintuigen die maken impulsen en die lopen dan via de zenuwen naar het ruggenmerg en vervolgens naar de hersenen. En daar komt dus al die informatie van die zintuigen terecht. En de hersenen gaan die informatie dan integreren en die gaan dan een beslissing treffen. En dan gaat het lichaam dus iets doen. En dan gaat er een impuls vanuit de hersenen via het ruggenmerg en dan via de zenuwen naar bijvoorbeeld de spieren of de organen. En dan gaat het lichaam dus reageren. Het zenuwstelsel bestaat uit tientallen miljarden cellen die je grofweg in twee typen kunt indelen. Namelijk, je hebt de neuronen, oftewel de zenuwcellen. En de gliacellen. De functie van de neuronen is het ontvangen, verwerken en geleiden van impulsen. En impulsen zijn een soort elektrische signalen die door de neuronen worden voortgeleid, bijvoorbeeld van zintuigen via het ruggenmerg naar de hersenen of vanuit de hersenen via het ruggenmerg naar spieren of organen. Het tweede type cellen in het zenuwstelsel zijn de gliacellen. En de gliacellen, die zijn een soort hulpje van de neuronen. Ze ondersteunen de neuronen door ze bijvoorbeeld te beschermen, of te voeden, of afval op te ruimen. Dus ze zorgen ervoor dat de neuronen goed kunnen functioneren. Een neuron is opgebouwd uit drie delen, namelijk het cellichaam met erin de celkern en andere celorganellen, en twee type uitlopers: de dendrieten en een axon. Nou, de dendrieten die ontvangen elektrische signalen van andere neuronen of van zintuigen en geleiden die naar het cellichaam toe. En het cellichaam die integreert die informatie en stuurt dan een impulsje via het axon naar andere neuronen of naar een spier of een orgaan. Dus het verschil tussen een dendriet en een axon is dat een dendriet geleidt impulsen naar het cellichaam toe en een axon geleidt impulsen van het cellichaam af. Een axon is vaak aan het uiteinde vertakt in meerdere axon-uiteindes. En die maken contact met een ander neuron. Dus een impuls kan van het ene neuron worden overgedragen op het andere neuron en dan verder worden geleid. Nou, de plaats waar het ene neuron contact maakt met het andere neuron, dat noemen we een synaps. De uitlopers van een neuron, dus een dendriet of een axon, die zijn vaak omgeven door een vetachtige isolerende laag, en die noem je de myelineschede. De myelineschede bestaat uit de cellen van zwam. Hier zie je er in totaal vijf liggen. En die cellen die zijn als een soort pannenkoek om de uitloper ingewikkeld, dus om een axon of een dendriet, en die vormen dan een isolerende laag. Nou, tussen de cellen van swan heb je kleine openingen, de zogenaamde insnoeringen van Ranvier. De functie van de melinescheden is het enorm versnellen van de impulsgeleiding. Want zonder myelinescheden gaan impulsen ongeveer met een snelheid van 2 meter per seconde, maar met melinescheden gaan ze wel 120 meter per seconde, dus veel, veel sneller, wel 60 keer sneller. En dat komt omdat die impulsen dan als het ware over de cellen van zwan heen springen. Dus van insnoering naar insnoering naar insnoering. En deze vorm van impulsgeleiding heet daarom ook sprongsgewijze impulsgeleiding of saltatoire impulsgeleiding. Neuronen kunnen op basis van een functie worden ingedeeld in drie typen. Namelijk een sensorisch neuron of gevoelszenocel. Een schakelneuron of interneuron en een motorisch neuron of een bewegingszenuwcel. Een sensorisch neuron kun je herkennen aan drie eigenschappen. Als eerste aan de impulsrichting. Impulsen lopen namelijk van een zintuig naar het centraal zenuwstelsel, dus de hersen of het ruggenmerg. Ten tweede, de cellichamen liggen heel dicht bij het centraal zenuwstelsel, meestal in een zenuwknoop of ganglion. En daarom hebben ze een lang dendriet en een kort axon. Een schakelneuron ligt in zijn geheel in het centraal zenuwstelsel, dus in de hersenen of het ruggenmerg. Dat betekent dus dat alle neuronen in de hersenen en het ruggenmerg van het type schakelneuron zijn. En een schakelneuron verbindt eigenlijk twee verschillende neuronen met elkaar. Dus het vormt echt een soort schakel tussen het ene neuron en het andere neuron. Dus dat kan zijn een schakelneuron of een sensorisch neuron. Wordt verbonden met een ander schakelneuron of een motorisch neuron. Dus het kan zo zijn dat een schakelneuron een sensorisch neuron verbindt met een motorisch neuron, bijvoorbeeld. Nou, ze hebben korte uitlopers, dus ze hebben korte dendrieten en een kort axon. Een motorisch neuron geleidt impulsen van het centraal zenuwstelsel, dus de hersen- of ruggenmerg, naar een spier of klier. Het cellichaam ligt in het centraal zenuwstelsel. En daarom heeft een motorisch neuron korte dendrieten en een lang axon. Hier zie je een voorbeeld van een schakeling met die drie typen neuronen. Dus een prikkel wordt door een zintuig omgezet in een impuls. Het impuls wordt door een sensorisch neuron verder geleid naar een schakelneuron, en die geleidt het impulsje verder via een motorisch neuron naar een spier of orgaan. Nou, het sensorisch neuron heeft een lang dendriet en een kort axon. En het cellichaam ligt in een zenuwknoop, in een ganglion. En het dendriet, de uitloper, die heel lang is, die loopt dus door een zenuw. Van een zintuig naar het ruggenmerg of de hersenstam. Nou, het schakelneuron die verbindt het sensorisch neuron met het motorisch neuron en ligt in zijn geheel in het centraal zenuwstelsel. Dus in de hersenstam of in het ruggenmerg. En het motorisch neuron, dat ligt met zijn cellichaam in het centraal zenuwstelsel, Hij heeft daarom ook een kort dendriet, of korte dendrite en een lang axon. En het axon ligt dan in een zenuw en gaat dan van het ruggenmerg of de hersenstam naar een spier of een orgaan. Als je een zenuw doorsnijdt, dan zie je dit. Je ziet dat die bestaat uit meerdere zenuwbundels. En die zenuwbundels die bestaan weer uit heel veel zenuwvezels. En zo'n zenuwvezel dat is een uitloper van een neuron. En vaak met een myelineschede. Hier zie je nog een klein stukje van een uitloper met een myelineschede. Dus dit kan zijn een dendriet van een sensorisch neuron. Of een axon van een motorisch neuron. En je ziet dat zo'n zenuwbundel wordt omgeven door een laagje bindweefsel en de hele zenuw die wordt ook omgeven door een laag bindweefsel en die dient ter bescherming. En tussen de zenuwbundels heb je nog een aantal bloedvaten. Er zijn drie typen zenuwen, namelijk gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen. De gevoelszenuwen worden ook wel sensorische zenuwen genoemd. Die bevatten alleen uitlopers van sensorische neuronen. Dus dat zijn de dendriten, vaak met de melinescheden van sensorische neuronen. Bewegingszenuwen, worden ook wel motorische zenuwen genoemd, die bevatten alleen uitlopers van motorische neuronen. Dus axonen, ook vaak met myelineschede, van motorische neuronen. En dan heb je nog de gemengde zenuwen en die bevatten zowel uitlopers van sensorische als van motorische neuronen. Dit was mijn uitleg over neuronen. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's, abonneer dan op mijn kanaal. Als je een goed filmpje vond, klik dan op duimpje omhoog. En als je meer wil weten over het zenuwstelsel, klik dan op de link hier rechts. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!